Hoi, Stefan hier, barbecuebaas. In deze video ga ik je de eerste inspiratie bieden richting de kerstdagen. Wat gaan we maken? De kerstkalkoen. De magie van kerst begint inmiddels alweer te glinsteren in etalages, huiskamers, tuinen en balkons. Ondanks dat het nog maar begin november is, begint het bij heel veel mensen alweer te kriebelen. Hoogste tijd dus om jullie te voorzien van kerstinspiratie van de barbecue. En waar kunnen we dan beter mee beginnen dan de kerstkalkoen? Toch wel het gerecht waar menig persoon het ultieme kerstgevoel van krijgt. Een kalkoen op de barbecue maken is helemaal niet moeilijk. Alles behalve dat zelfs. Het vergt alleen een stukje voorbereiding. En daar ga ik je natuurlijk in deze video mee helpen. Eigenlijk kan er aan een kalkoen heel weinig tot niets fout gaan. Wat wel fout kan gaan, is dat het vlees veel te droog wordt. En daarom gaan we de kalkoen in zijn geheel van tevoren pekelen. En dat doen we om dit proces te voorkomen. Hoe je dit moet doen, ga ik je stap voor stap uitleggen. Die video zal dan ook iets langer duren dan dat je van me gewend bent. Normaliter probeer ik het kort en bondig te houden, maar nu heb ik iets meer tijd van je nodig. Maar dan kun je natuurlijk wel met kerst een fantastische kerstkalkoen op tafel zetten. Eerst gaan we deze prachtige kalkoen van de Meat Lovers maar eens ontdooien. Kijk lekker mee in deze video. Heb je er vragen over? Stel ze gerust. We beginnen uiteraard met de pekel maken. Kies de grootste pan uit die je hebt en doe hier 2 liter appelsap in. Vervolgens voeg je 500 gram bruine bastardsuiker toe. Als laatste voeg je 230 gram zeezout toe. Dit geheel ga je onder hoog vuur aan de kook brengen. Het ontdooien van een kalkoen doe je het allerbeste geleidelijk in de koelkast. Denk hier niet te makkelijk over, dit neemt echt wel 4 à 5 dagen in beslag. Roer het geheel af en toe goed om. Verder heb je voor de pekel 3 sinaasappels nodig, in partjes gesneden en in plakjes gesneden verse gember, 15 kruidnagels, 6 laurierblaadjes, 6 tenen knoflook en wat appelrookhout. Ruim 1 minuut goed door laten koken. Daarna af laten koelen tot huiskamertemperatuur. Zodra dit bereikt is, kan alles voor een nachtje de koelkast in. Een dag later giet je de gekoelde pan in een grote emmer of bak. Dit is gewoon een simpel emmer van de Action die wij ieder jaar gebruiken voor de kalkoen. Vervolgens knijp je het sap uit de sinaasappels en gooi je de schil in de pekel. Alle overige ingrediënten voor de pekel kun je er gewoon bij gooien. Zorg alleen wel dat de knoflook geplet is. Dan kan de kalkoen de pekel in. Er wordt altijd aangeraden de borstkant naar beneden te doen. Ik begin altijd zo en voordat ik naar bed ga, draai ik hem om. Dan vul je het geheel aan met kraanwater totdat de kalkoen helemaal onder water staat. Dan gaat alles weer voor 24 uur de koelkast in. Voor het droogproces gaan we de kalkoen goed afdeppen met keukenpapier. Zoals je goed kunt zien bij deze kalkoen is er een stuk vel gebruikt om de pootjes op te binden. Mijn voorkeur heeft toch altijd wel slagerstouw omdat ik nu een stuk vel mis. Deze techniek ben ik de afgelopen jaren wel vaker tegengekomen. Jammer, maar dat mag de pret niet drukken. Voor nu gaat alles weer een nachtje de koelkast in. Tot nu toe heb je vooral kunnen zien dat het veel voorbereiding vergt. Het ontdooien neemt wel zo'n 4 à 5 dagen in beslag. Dan moet je nog een nachtje pekelen en een nachtje drogen. Het droogproces zou je in principe over kunnen slaan. Maar ben je net als ik
fan van een lekker knapperig velletje op je kalkoen, dan moet je deze stap echt wel nemen. En dan ben je al gauw zo'n 7 dagen verder voordat je eindelijk lekker die barbecue aan kan steken. Ik ben inmiddels zover, de barbecue gaat hier aan, dus kijk lekker mee voor het laatste deel. De Kamado geef ik maximaal zuurstof aan de onderkant en dan kan lekker de fik erin. Een kalkoen kun je op vele manieren klaarmaken. Liggend op het rooster, staand op een houder of op een blik. Ik kies in dit geval voor het Rip & Roast Rack van Big Green Egg. Door het handige rekje zweeft je product als het ware boven je rooster. En als je hem omdraait, kun je hem ook als spare rack gebruiken. Wil je ook zo'n gaaf handvat voor je Kamado? Kijk dan eens op customado.nl. De kolen gloeien inmiddels voldoende, tijd voor appelrookout en een geheel indirecte setting. De Kamado is inmiddels keurig op temperatuur, tijd om te beginnen. Voor een mooi eindresultaat smeer ik alles nog even in met gesmolten boter. Het velletje heb ik recht kunnen trekken door 2 cocktailprikkertjes. De bereiding stelt in principe niets meer voor dan met een indirecte setting garen totdat er een kerntemperatuur is bereikt van 74 graden Celsius. Om te voorkomen dat de vleugels te veel verbranden, pak ik ze toch even in met aluminiumfolie. Naarmate de tijd vordert, zie je de kleur steeds mooier worden. Altijd fijn om te weten dat je op je Kamado kan vertrouwen en deze gewoon netjes op temperatuur blijft. En hier is die dan, jouw eigen gemaakte kerstkalkoen van de barbecue. Laat je kalkoen nog een kleine 20 minuten rusten en dan kun je hem aansnijden. Eet smakelijk!